Door goede resultaten in de districtbeker het afgelopen seizoen plaatsen Flevoboys zich voor deelname aan de KNVB-beker voor het komende seizoen. En wordt er vandaag in de eerste ronde van het toernooi gewonnen van Haaglandia, een zondaghoofdklasser, dan kan Flevoboys de droom om in de toekomst van dit toernooi nog een mooie betaalde voetbalorganisatie te treffen levend houden. Maar er moet vandaag nog wel eventjes gewonnen worden. En dat is makkelijker gezegd dan gedaan, vindt ook trainer William Mossing-Holstein. De volgende ronde is de winnaar WAVV DOS 37. Maar ook die winnen, dan zou dat kunnen. Maar dat is inderdaad wel heel enthousiast gesteld. Hoe groot acht je die kans? Nou, 50-50 denk ik. Ik bedoel, staat de tegenstander die ook heel aardig kan voetballen. En ik vind dat wij dat ook kunnen. Dus de kans is zeker aanwezig dat we gaan winnen. Maar goed, ik kan hem niet voorspellen. Ik weet het echt niet. Hoeveel waarde hecht jij aan doorbeker in dit toernooi? Ja, veel. Ik bedoel, de Amstel Cup halen was voor ons vorig jaar al een prijsje. Mm-hmm. En daar moeten we dus nu ook het beste van maken. Dus ik hecht er wel zeker waarde aan. Wat verwacht je van Haaglandia? Ja, dat is een lastige vraag. Hè. Die vraag is mij de afgelopen dagen, week frequent gesteld. Ik weet het niet. Ik denk dat het individueel heel vaardige voetballers zijn. Kan ook bijna niet anders. Als je de samenwerking Haaglandia Soccerproof beschouwt, dan hebben zij spelers aan zich gebonden die ze het platform willen bieden om het betaalde voetbal weer in te stromen. Nou ja, goed, die ambitie heb je niet als je niet kunt voetballen. Dus ik verwacht dat er heel veel spelers zijn die heel goed kunnen voetballen. Wat heb je van jouw team dan nodig om Haaglandia te kunnen verslaan vandaag? Ja, hetzelfde als wat we in de hele voorbereiding laten zien. Hè. Als team opereren, een plan hebben, plan uitvoeren en kansen binnenschieten. Met dat laatste zat het zeker goed. Want al na 3 minuten kopt Robert Jas, verdediger van Haaglandia, te kort terug op zijn keeper. En daar profiteert Frank Post van. Een droomstart natuurlijk voor Flevoboys. Knappe prestatie in de districtbeker het afgelopen jaar. En hoe mooi zou het zijn voor de Emmeloorders als ze dit jaar door weten te bekeren. Nog geen 4 minuten daarna komt de bal terecht bij Haaglandia verdediger Lovet Felicia, maar die komt natuurlijk onbedoeld naar Timo Roraya. Alsjeblieft, dankjewel. Tweede kans van de wedstrijd. Ja, en wat een lekkere afronding is dit van Timo Roraya. Nog geen bal geraakt. En de eerste de beste van Roraya zit erin. De supporters van Emmeloord wilden veel doelpunten zien en kwamen aan hun trekken. Want hier scoort Aran Nijboer al na 12 minuten de 3-0. Zo lijkt Flevoboys dus nog voor een kwartier verzekerd van de volgende ronde in de KNVB-beker. Haaglandia verdedigt ontzettend matig. Flevoboys komt er continu gevaarlijk uit via Timo Roraya. Maar zijn schot gaat hoog over. De ploeg uit Rijswijk kwam er 1 keer gevaarlijk uit via een vrije trap. Maar Rodney Rozink houdt zijn goal schoon. Zo is 3-0 de ruststand. Wat ga je als trainer van Haaglandia dan zeggen tegen je mannen? Blijkbaar iets wat gewerkt heeft, want Luc Obeng, Lionar, maakt 2 minuten na de rust de 3-1. De aansluitingstreffer, zo kun je het zien. Maar het plan om Flevoboys onder druk te zetten en op zoek te gaan naar de 3-2 kan eigenlijk al heel snel de prullenbak weer in. Want Timo Roraya maakt hier de 4-1. Zo lijkt de wedstrijd nu toch wel definitief beslist. De zondaghoofdklasser speelt in de tweede helft iets meer naar voren. Zoekt de aanval via Jurjen Reinitta. En als Arjen Bergsma de bal op zijn hand krijgt, dan legt Luinge de bal op de stip. Raymond van Bochoven achter de bal. Och. Ja, als je dan wat wil in de KNVB-beker, dan moet je in ieder geval scoren uit een penalty. 2 minuten na zijn gemiste kans krijgt Raymond van Bochoven opnieuw de mogelijkheid. Maar hier is duidelijk te zien dat het niet zijn dag is. Flevoboys is oppermachtig na rust en misschien ook wel wat nonchalant, want dit had natuurlijk beter uitgespeeld moeten worden. Frank Post schiet van dichtbij naast. Meer goals zouden er zeker nog wel komen in Emmeloord.
En de man die het vizier net niet op scherp had staan, heeft dat nu wel. Tussen twee man in. Knap binnengeschoten door Frank Post. En zo scoort hij zijn tweede treffer van de avond. In de herhaling goed te zien dat die bal nog van richting wordt veranderd. Maar ja, als hij dan richting de bovenhoek verdwijnt. Diezelfde Frank Post zou een belangrijk aandeel hebben in de 6-1 die vrij snel na zijn eigen goal volgde. Want hier bedient hij Timon Roraya en die schuift de 6-1 binnen. In de herhaling goed te zien dat Roraya alle tijd heeft om de bal te controleren, een hoekje uit te kiezen en hem daar netjes neer te leggen. Een van de gevaarlijke kansen die je nog komt voor Haaglandia is deze, voor Dominique Aris. Maar als je dit doet met een 1-op-1... Ja. En probeer als speler van Flavor Boys bij zo'n stand maar geconcentreerd te blijven. De 7-1 zou er nog moeten komen. Maar als Frank Post dit met die bal doet... Ja, dan is de concentratie ver te zoeken op dat moment. Scheidsrechter Luinge kon Peter afluiten... Maar Dominique Aris tekent hier nog aan voor de 6-2. Flavor Boys beken door. Maar er is volgens trainer Willem Mossing-Holstein ook alles mee gezegd. Ik vond het ook niet zo sterk. Ik vond dat wij, en dat zal alleen degene die hier is geweest, die zou begrijpen wat ik daarvan vind. Maar ik was erg ontevreden over Flavor Boys. En we waren absoluut sterker. En of dat aan Haaglandia lag of aan onze kracht, dat vond ik, dat weet ik niet. Maar we waren sterker, maar deden er absoluut onvoldoende mee. Ondanks dat het 6-2 is. Dus ik ben eigenlijk helemaal niet tevreden. Ja, ik denk als je op voorhand KNVB-beker speelt, eerste ronde tegen Haaglandia, wat denk ik toch vorig jaar geloof ik nog topklasse speelde. Ja, en je wint 6-2, dan teken je daar natuurlijk op voorhand voor. Ik denk als je kijkt naar het beeld van de wedstrijd, dat je ze echt pijn had moeten doen. En ze echt eigenlijk had moeten vernederen. En daarentegen is het gewoon zonde dat je eigenlijk twee goals gewoon weggeeft. Dus in dat opzicht zeker tevreden, maar toch wel een kleine kanttekening. Het werd wat slordig met de kans omgegaan in de tweede helft. Ik bedoel, 6-2 is natuurlijk een mooie uitslag, maar het had ook net zo goed 10-2 kunnen zijn. Na 12 minuten leek het al binnen. 3-0 voor. Ja, nou, daar ben ik met je eens. Ja, we zaten inderdaad op rozen, ja. Hoe kan het dat jullie uiteindelijk toch nog Haaglandia een paar keer laten scoren, nonchalant worden in de tweede helft? Nou, ik denk dat je ook het antwoord al geeft. Ik denk dat het gemakzucht is en het ging zo makkelijk. Dan voer je gewoon niet allemaal meer je taak uit, zoals je moet doen eigenlijk. En dat moet gewoon verbeterd worden. Dus, ja. Ben je tevreden met je eigen spel? Ik heb veel energie erin gestopt en veel kansen gecreëerd, maar ik weet waar je op doelt. Dus ik denk dat ik 500% kansen gemist en dat moet gewoon beter. Op naar de volgende ronde? Ja, zeker. DOS 37 heb ik net gehoord. Dus het wordt weer een mooie pot. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als wij uiteindelijk in de derde ronde komen en we loten een mooie BVO. Als tegenstander thuis zou wel heel mooi zijn. Wie zou je willen treffen? Simpele vraag natuurlijk. Ajax zou wel mooi zijn. Ajax thuis.